We staan hier in de tentoonstelling Geniale Grafici, Escher en zijn tijdgenoten in Escher in het Paleis. En dit is onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling, waarbij we het werk van Eschers Nederlandse tijdgenoten koppelen aan het werk van M.C. Escher. En dit is een samenwerking met Kunstmuseum Den Haag, waarbij we in de collectie hebben mogen grasduinen en een hele mooie selectie hebben kunnen maken van 51 prenten van 43 van zijn Nederlandse tijdgenoten. En in deze tentoonstelling zie je een selectie van kunstenaars die bevriend waren met Escher, die zijn leermeesters waren, bekenden, mensen met wie hij heeft tentoongesteld onder meer. Maar soms ook zijn het kunstenaars die Escher misschien niet persoonlijk kende, maar die wel kleur gaven aan de tijd waarin Escher zich ontwikkelde als een geniaal graficus. Ik sta hier naast een litho van Hendrik Willem Mesdag. En Mesdag staat bekend als groots marineschilder, die zich liet inspireren door onder meer het Scheveningse strand. En hier staan we ook naast een litho, want Mesdag maakte ook eigenlijk wel graag grafiek. En ik vind dit ook wel een heel mooi voorbeeld waarbij je heel mooi een dreigende bui zo boven het strand ziet. En je ziet dan straks die boten die we op het water zien, dat die het eigenlijk heel zwaar gaan krijgen door die bui. Dus Mesdag kon wat hij in de schilderijen kon vangen, kon hij dat ook heel goed doen in zijn grafiek. En we hebben dit werk gekozen omdat zeegezichten natuurlijk al jarenlang een heel belangrijk thema zijn in de kunstgeschiedenis. En Escher hield ook ontzettend van de zee. Dus die heeft zich voor meerdere zeegezichten ook laten inspireren. We staan hier naast een litho van Jan-Hendrik Wijsenbroeg aan mijn linkerzijde. En van Wijsenbroeg die kennen we vooral als een van de belangrijke schilders van de Haagse school. Maar hij maakte dus ook grafiek. En hij maakte een heel mooie en echte manier, vind ik, een Nederlands landschap in zijn litho. En dat landschap is best wel een belangrijk thema, ook voor Escher. Hier zien we Escher bij ook zo'n ultieme Nederlandse molen, die ook in het werk van Wijsenbroeg terugkomt. Maar Escher liet zich toch ietsje meer inspireren door het Italiaanse landschap. Want dat had meer hoge bergen en diepe dalen, dus daarmee kon hij veel meer spelen met perspectief. Escher koos er ook wel eens voor om commerciële opdrachten aan te nemen als kunstenaar. Als kunstenaar is het ook wel belangrijk natuurlijk om in je eigen levensonderhoud te voorzien. En niet iedereen kan in één keer rondkomen van zijn kunst. En dat was in die tijd ook best wel normaal om dan af en toe een ex-libris te maken. En ik sta hier naast een ex-libris van een van Eschers Nederlandse tijdgenoten. Die misschien niet in eerste instantie zou verwachten dat hij precies deze heeft gemaakt. Deze is namelijk van Piet Mondriaan, de kunstenaar van De Stijl. Die bekend is om zijn primaire kleuren en zijn abstracte kunst. Maar dit heeft er natuurlijk eigenlijk nog weinig van weg. Mondriaan was als jonge kunstenaar, moest hij tekenlessen geven aan groepjes dames. En dat was ook een manier om zijn geld te verdienen. En Emmy E. Selig, voor wie deze ex-libris is gemaakt, heeft ook gevraagd inderdaad van, goh, je bent mijn tekenleraar, maar wil je ook niet een opdracht voor mij uitvoeren? Dus zo is deze ex-libris tot stand gekomen. Het zit vol met theosofische symboliek. Iets wat zowel Mondriaan als Emmy E. Selig zeer fascineerde. Grafiek was een geliefde techniek om te gebruiken voor veel kunstenaars. Omdat je in grote oplagen werk kon verspreiden. Bij schilderkunst is het voornamelijk toch dat je één schilderij hebt bij één iemand aan de muur. Maar bij grafiek kan je meerdere drukken maken van één werk. Dus sommige kunstenaars vonden het daarom een heel aantrekkelijk medium. Net zoals Escher en als Eschers vriend Gert Arnst. En Gert Arnst was een Duits-Nederlandse kunstenaar, grafisch ontwerper, die heel graag sociaal-maatschappelijke kritiek aanbracht in zijn prenten. En deze prent Top End komt uit 1968. Een jaar waarin mensen best wel bang waren voor het einde van de wereld. Bunkers in hun tuin hadden uit angst. En dat zien we hier ook wel een beetje, die zondvloed hier omheen. En dat er hier een heel groot bouwwerk is waarin bovenaan een aantal mensen staan die nog eventjes hoog en droog staan. En dit zijn eigenlijk toch wel een beetje de elite die je hier ziet. En daar gaf Gert Arnst dus kritiek op. Dus de mensen die zo hoog mogelijk en zo droog mogelijk blijven staan, de elite. Nou, nu was Escher zelf niet heel erg maatschappelijk kritisch in zijn prenten. Sterker nog, hij wilde daar zo ver mogelijk vandaan blijven.
Maar toch waren Ernst en Escher goede vrienden, omdat ze allebei een beetje buitenstaanders waren in het grafische veld. De liefde voor onmogelijke dieren was niet alleen bij Escher van belang, maar ook bij Eschers tijdgenoot Harry Disberg. We zien hier op Eschers print zien we een draak die in zijn eigen staart bijt. Dat is natuurlijk al heel apart tafereel. En je ziet Escher een soort opening in het lichaam van de draak heeft aangebracht die voor geen meter lijkt te kloppen. En Escher speelt daarmee weer met ons oog als de kijker. Je kijkt naar een beetje papier en niet naar een driedimensionaal wezen. Nou, een andere kunstenaar en tijdgenoot van Escher, Harry Disberg, die speelde op een andere manier met een mogelijk wezen. Dit dier heeft geen naam. De titel is Dier met vier voeten en drie koppen. Maar het grappige is wel dat ook dit dier zichzelf op lijkt te willen eten. En Harry Disberg en MC Escher hebben samen geëxposeerd in de tentoonstelling Vier Grafici aan het einde van de jaren 50, die door Nederland toerde. Dus ze kenden elkaar zeker. Dit is een print van Ab Sok, een man met een opvallende naam, maar misschien nog wel opvallendere kunst. Hij is een beetje in vergetelheid geraakt, maar hij hangt hier heel mooi in de zaal met Metamorphoses. En je ziet ook heel mooi hier een landschap die echt een overgang doormaakt. Het is hier heel grof en hier juist weer heel precies eventjes en alleen maar met contouren. Dus dat is best wel een knappe manier om op heel simpele wijze een landschap op het papier te zetten. MC Escher hield ook wel van het werk van Ab Sok. Sterker nog, op een gegeven moment zat Escher in een jury die het werk van Ab Sok een hele mooie prijs heeft toegekend. Omdat ze bewondering hadden voor de eigentijdse grafiek van Sok. Nou, ik heb jullie een kleine sneak preview laten zien van de tentoonstelling. Hij is momenteel nog helaas achter gesloten deuren, maar we hopen zo spoedig mogelijk weer open te kunnen. En dan tot en met 7 juni is hij in ons museum te zien. Hopelijk tot snel.